Goedemorgen, beste geëngageerde zweefhemdaren. Ik ben uiteraard heel verheugd dat we hier met zoveel mensen aanwezig zijn. Uiteindelijk waren er 75 inschrijvingen en we zitten momenteel op 70 mensen. Dat is dus een heel groot succes. Dank u wel daarvoor. En zaterdag voormiddag in juni, om even na te denken over armoede, is niet zo evident, maar toch wel nog een keer bedankt. Ik zei het, geëngageerde mensen, mensen die bekommerd zijn over het welzijn van anderen, mensen die solidariteit en gelijkwaardigheid belangrijke waarden vinden in hun leven. Mensen die respect hebben ook voor anderen. Ongeacht hun afkomst, levensbeschouwing of wat dan ook. Mensen die actief zijn in organisaties die ook vandaag reeds werken aan armoede en gelijke kansen. Mensen die belangrijk zijn voor een warme samenleving. En vooral mensen die willen meewerken aan een lokaal sociaal beleid. Ik wil jullie nu eens bedanken voor het vele werk dat jullie vandaag reeds doen. De voorbije jaren werd in Zweefhem een goed sociaal beleid gevoerd. Laat dit duidelijk zijn. Maar we mogen niet stilstaan. We moeten op zoek naar nieuwe partnerships, naar nieuwe initiatieven, naar nieuwe projecten. En de inbreng van jullie allemaal is nodig en belangrijk. Vandaar dit netwerkevenement rond armoede. Het is dus zo dat we in het begin van de legislatuur het idee hadden om iets te doen rond armoede. We zijn dan eigenlijk intern een onderzoek gestart om te zien wat is nu eigenlijk het probleem of wat zouden de problemen kunnen zijn in Zweefhem. Na wat intern onderzoek hebben we dan een aantal partners bij betrokken, onder andere LOGO en de dienst sociale planning van de provincie West-Vlaanderen, die dus ook de cijfergegevens nu hebben toegelicht. De bedoeling is om effectief iets te doen daar rond en vandaar ook een eerste netwerkevenement rond Brede School. Brede School, waarom? Omdat we uiteindelijk willen dat we investeren in kinderen. Kinderen die dan wel onze toekomst zijn. Nu uit de cijfers is ook gebleken dat we eigenlijk twee kwetsbare groepen hebben. Enerzijds de kinderen en anderzijds de 80-plussers. Vandaar dat we de ideeën hebben opgevat om een aantal concrete projecten voor te stellen. We willen dat doen via een zeer brede inspraak. Vandaar dit netwerkevent waar we dus eigenlijk een aantal workshops organiseren, een aantal werkgroepen. En we hopen om tegen het einde van de middag uiteindelijk wel een aantal concrete projecten te hebben om daarmee aan de slag te gaan. De bedoeling is ook dat we ons armoedeactieplan, preventieplan voorstellen op de Werelddag tegen Armoede op 17 oktober. En dan jaarlijks één of meerdere projecten kunnen realiseren hier in Zweefhem. De groepen zijn eigenlijk samengesteld rond een viertal thema's. Huisvesting en energie, kinderarmoede, vereenzaming bij ouderen. En daarnaast ook een aantal thema's allerlei. Mensen die zich niet vinden in een bepaalde werkgroep, ook gezonde levensstijl. Gezonde levensstijl, niet alleen fysieke gezondheid, maar ook psychische gezondheid, gezond wonen enzovoort. Allemaal indicatoren die ook wel uit de cijfers gebleken zijn waar we rond kunnen werken. We hebben een zo breed mogelijke oproep gedaan naar alle inwoners, ook via onze adviesraden. Onze welzijnsraad, onze gezinsraad, ouderenadviesraad enzovoort. Daaruit zijn een aantal mensen, maar ik stel ook vast dat er veel particulieren zijn, mensen die niet onmiddellijk aangesloten zijn bij organisaties, maar die zich toch ook wensen mee te denken rond dit thema. De bedoeling is dat we na vandaag de projecten of de voorstellen inventariseren, dat we daar een budget aan koppelen, er is een budget voorzien in de gemeente daarvoor, dat we daar budget aan koppelen, dat we de mensen feedback geven daarover, dat we dan ook ons plan eigenlijk breed voorstellen vooraleer het wordt goedgekeurd in de gemeenteraad en in de OCME-raad.